Soms zie je een nieuwe truc die uiterlijk niet veel is veranderd. De Jungheinrich EFG 216K in deze test is er één. Als laatste in de elektroseries van Jungheinrich kreeg de driewieler de nieuwe mast en alle mogelijke bedienopties. Tevens werd het elektronisch hart verjonkt en versterkt. Met de vernieuwingen brengt Jungheinrich eenheid in haar modellen. De fabrikant gaat echter nog een stapje verder. In de EFG-serie wordt nu de Compact Steuerung toegepast. Deze combineert alle elektronische componenten in één unit, terwijl ze eerder door de hele truck verdeeld zaten. Jungheinrich mikt hiermee op een nog lager energieverbruik en extra productiegemak. Onze testtruck is een driewieler met 1600 kg hefvermogen en een standaard tweedelige 3 meter mast. De stoel heeft een armleuning met geïntegreerde solopiloot. De armleuning is in alle richtingen naar wens instelbaar en zelfs de hellingshoek van het kussen kunnen we kiezen. Ook de zit achter het stuur is prima. Het stuur is zowel in hoek als hoogte instelbaar en het sturen zelf verloopt zeer soepel en voorspelbaar. Minpuntje rondom de cabine is nog steeds de hoogte van de opstap. Voor de rest treffen we verbeteringen aan. Er is meer opbergruimte, een beter zicht dankzij de slankere masten en ultraslanke voorkeurborden. Het display is informatiever en fraaier en de truck ziet er netjes en compleet uit. De individuele prestaties van de vernieuwde EFG 216K zijn vergelijkbaar met de scores uit 2010. Wel merken we dat de truck zeer, misschien wel te krachtig aanvoelt op het maximale rijprogramma 5. Meestal levert deze kracht niet of nauwelijks voordeel op, maar gaat het altijd ten koste van de voorspelbaarheid en het verbruik. We stellen de engineers voor om op basis van onze ervaringen een eco-modus te programmeren. Dit blijkt de ideale mix van productiviteit en energieverbruik te zijn. Jungheinrich gebruikt deze setting nu standaard als programma 3. Selecteren we het rustigste rijprogramma 1, dan scoort de EFG 216K exact dezelfde productiviteit als het gemiddelde in deze klasse. Het energieverbruik ligt echter 42% lager. In de nieuwe optimaalstand scoort de nieuwe EFG 216K betere waarden dan het model uit 2010. Dit levert Jungheinrich meer marge voor haar 2 shifts 1 charge garantie. De enkele minpuntjes die we vinden zitten in de plek van de nieuwe elektronica, direct achter de mast. Het ventilatieroostertje vinden we weinig Jungheinrich-like en het geluid van de automatisch inschakelende parkeerrem is beter hoorbaar. Voor de rest zal de nieuwe EFG-serie voor veel merken beslist nog wel even de benchmark blijven.